Dames en heren, welkom bij de Raad van State. Ik open de zitting. Mijn naam is Bart-Jan van Ettenkoven. Ik ben voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En naast mij ziet u mevrouw Nicolien Bruinissen, de griffier. Ik zal de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak openbaar maken over het Portos-project. In de rechtszaak tussen aan de ene kant Mobility for the Environment, MOB, en aan de andere kant de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het Portos-project dat maakt de opslag van CO2 mogelijk in lege gasvelden onder de Noordzee. En voor dit project is gebruik gemaakt van een algemene wettelijke bouwvrijstelling. En centraal staat de vraag of die vrijstelling mag en mocht worden gebruikt. Ik zal nou eerst de uitspraak voorlezen en daarna zal ik er een korte toelichting op geven. De uitspraak luidt als volgt. De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht en mag daarom niet worden gebruikt. Maar dat betekent geen algehele bouwstop. Of het Portos-project kan doorgaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Dat zal blijken bij de einduitspraak die later nog gaat volgen. Vandaag doet de afdeling bestuursrechtspraak namelijk een tussenuitspraak. En de procedure over het Portos-project wordt dus nog voortgezet. Dat is de uitspraak. Ik kom nu bij de korte toelichting. Ik maak graag eerst een opmerking vooraf. Nederland is een rechtsstaat. Een rechtsstaat waarin ook overheden zich moeten houden aan de wet, aan het internationale recht en het Europese recht. En van dat Europese recht maakt onderdeel uit het Europees natuurbeschermingsrecht uit de Habitatrichtlijn. De afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de bouwvrijstelling, zoals die is geregeld en onderbouwd in de wet natuurbescherming, in strijd is met dat Europese natuurbeschermingsrecht. En dat oordeel is gebaseerd op de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Dat hof heeft eerder bepaald dat alleen toestemming voor een project mag worden gegeven als zeker is dat in geen enkel beschermd natuurgebied, zogenaamde Natura 2000 gebieden, daardoor schade zal optreden. En die zekerheid geeft die algemene wettelijke bouwvrijstelling niet. Bij de onderbouwing van een maatregel, ook een maatregel in de wet, zoals de bouwvrijstelling, mag, mits onder voorwaarden, rekening worden gehouden met andere maatregelen die gunstig en positief uitpakken voor de natuur. Maar dat mag volgens het Europese Hof van Justitie alleen als die maatregelen ook echt zijn uitgevoerd en als de verwachte voordelen daarvan vaststaan. En de maatregelen waarop de ministers zich beroepen, die voldoen aan die eisen niet, omdat het overgrote deel van de maatregelen nog niet is uitgevoerd. En van de maatregelen die op stapel staan, is nog maar onzeker of die verwachte voordelen zich ook zullen voordoen. Gelet op het belang dat met de bouwvrijstelling wordt gediend, en dan denk ik aan het belang van de woningbouw in dit land en het belang van de energietransitie, heeft de afdeling bestuursrechtspraak overwogen om aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg vragen te stellen. Vragen of er aanleiding is zijn rechtspraak te nuanceren. Maar daarvoor heeft de afdeling bestuursrechtspraak uiteindelijk niet gekozen. En die keuze om geen vragen te stellen is gebaseerd op een beoordeling van de verschillende maatregelen die volgens de ministers per 2030 tot een afname van stikstof in de natuur zullen gaan leiden. Die maatregelen voldoen ten eerste niet aan de eisen die het Europese Hof stelt, maar ook los daarvan zijn ze onzeker. De meeste maatregelen moeten nog concreet worden uitgewerkt, moeten nog worden geregeld en uitgevoerd. En bovendien hebben de ministers het effect van een flink deel van die maatregelen niet in eigen hand. Dat effect is namelijk afhankelijk van de vrijwillige deelname door ondernemers. En anders dan de ministers hebben bepleit, is die onzekerheid niet op te lossen met meer wettelijke regels, met doelstellingen en ook niet via monitoring of bijsturing. En daar komt nog bij dat de bouwvrijstelling onbeperkt kon worden ingezet, zonder beperking in de tijd en zonder beperking naar locatie. En bovendien gold die niet alleen voor woningbouwprojecten, maar ook voor grote, meerjarige infrastructurele projecten. Al met al staat dus niet vast dat de positieve effecten voor de natuur
van die maatregelen opwegen tegen de negatieve effecten van stikstofneerslag door de bouwactiviteiten die de bouwvrijstelling mogelijk maakt. En de algemene wettelijke bouwvrijstelling voldoet dus niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht. En de conclusie moet daarom zijn dat de bouwvrijstelling niet kon, maar ook niet kan worden gebruikt. Wat betekent dit nou voor de bouwsector? Hoewel de bouwvrijstelling door deze uitspraak van tafel is, betekent dat niet dat de bouw in Nederland op slot gaat en dat er een algehele bouwstop geldt. Zonder de wettelijke bouwvrijstelling wordt teruggevallen op de wettelijke spelregels zoals die golden voordat de bouwvrijstelling in werking trad. En dat wil zeggen voor 1 juli 2021. En dat betekent dat per bouwproject moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden. Is dit nou het einde van het Portos-project? Nee, die conclusie kan op dit moment niet worden getrokken. Voor het Portos-project had geen gebruik gemaakt mogen worden van die algemene wettelijke bouwvrijstelling. Er is gericht onderzoek nodig naar de stikstofgevolgen van het Portos-project. Dergelijk onderzoek is al gedaan, maar het is door Portos te laat in de procedure ingediend. En daarom krijgt de milieuorganisatie nu eerst 6 weken de tijd om op dat onderzoek te reageren. Daarna zal de afdeling bestuursrechtspraak de procedure voortzetten en dus later een einduitspraak doen. De rechtszaak over het Portos-project is dus nog niet afgelopen. Dit was de korte toelichting. De volledige tekst van de uitspraak is op dit moment gepubliceerd op de website van de Raad van State. Als u vragen heeft over de procedure en over de inhoud van de uitspraak, kunt u terecht bij persstaatsraad Hanna Zevenster, die hier aanwezig is, en bij onze woordvoerders. Dank u hartelijk voor uw aandacht. Ik sluit de zitting.